Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, kan ik het niet echt noemen. Ja, dit is wel een video, het blijft een video. Maar het is geen video met LSP Duval, Los Santos Rescue Division of wat dan ook. Vandaag even een korte uitleg over een vraag die ik heel veel krijg. En ik dacht, nou ja, als ik het ga zeggen in een video die ik echt ga opnemen, dan komt die pas online na de Dutch YouTube Gathering. Dus ik dacht, ik maak even snel een, omdat ik zo vol met de planning zit, dus wat ik nu opneem. Dat zou in principe 1 mei online komen. Toevallig is dat 1 mei. Dus dat betekent dat de Dutch YouTube Gathering al is geweest. Maar de vraag is, ga ik komen of niet? En voordat ik dat doe, wil ik even naar drie mensen een dikke vette shout-out geven. En dat is als eerste naar Wandertje. Die heeft namelijk dit gemaakt. En dat zijn de Nederlandse brandweeruniformen. En die zijn dus beschikbaar in de Los Santos Rescue Division mod. Dat betekent dat wij vanaf binnenkort ook met de brandweer met de Nederlandse uniformen kunnen spelen. Voor de mensen die het op was gevallen, en ik heb het ook veel vaker gemeld, ik kon alleen maar met de Amerikaanse pakken spelen, omdat de maker van de mod het niet helemaal, supporte om Nederlandse of andere mods erin te zetten. Maar Wandertje is het gewoon geluk, wat een basis toch. Ten tweede wil ik eerst even zeggen dat ik laatst met de ambulance mee was gegaan. In ergens, ik zeg maar niet waar, dan maakt het verder niks uit waar, met de ambulance, op de spoedambulance, dus naar spoedmeldingen en zonder spoedmeldingen. En daar werd ik gefilmd door iemand en ik vrolijk zwaaien naar de camera. Dus ik dacht, nou die wil ik, dat filmpje wil ik zien. Nu was het helaas zo dat wij een A1 rit hadden tijdens het filmpje, maar we hadden geen zwaailicht en sirenes aangezet, dat had de chauffeur niet gedaan. Dus toen heb ik via mijn Instagram contact proberen te zoeken met de filmer. En dat was, kwam de volgende persoon naar mij toe. Of ja, van het YouTube kanaal 112 Schiedam. Dat is dus mijn tweede shoutout voor vandaag. Die kwam mij zeggen van, ja, ik ken de filmer wel. En de filmer, dat is Barendrecht in beeld. Dus dat is mijn derde shoutout. Ik heb inmiddels mijn filmpje. Hij had hem verwijderd, maar hij heeft hem terug kunnen krijgen voor mij. Dus shout-out naar hem. Zeker even op alle drie abonneren. Voor mij, dat zou echt een, dat is gewoon een dikke must, vind ik. Shout-out naar hem dus. En nu de echte vraag, ga ik naar de Dutch YouTube Gathering komen of niet? En dan moet ik helaas mensen teleur gaan stellen, want ik ga niet komen. Ik heb er eigenlijk geen seconde over nagedacht om te komen. Ik zeg niet dat ik jullie niet wil meeten, maar ja, ik heb er gewoon niet over nagedacht. En daarbij moet ik geloof ik ook nog dat weekend gewoon werken. Maar ja, eigenlijk hoef ik verder niks daaraan toe te voegen. Ik ga dus niet komen. En volgend jaar durf ik ook niet te zeggen of ik wil gaan komen of ga komen. Ik snap dat mensen mij willen meeten, maar helaas zit dat er nu nog niet in. Jullie weten toch niet hoe ik uitzie. Dus ook al zou ik langskomen, jullie zouden me toch niet herkennen. Maar wie weet, volgend jaar. Maar dat horen jullie dan van mij weer. Dus sorry voor de mensen die ik teleurstel. Maar ik hoop ook dat jullie het, jullie kunnen het hoeven niet echt te begrijpen. Want er valt niet heel veel uit te leggen. Maar goed. Ik zou zeggen shout-out naar iedereen anders ook. Shout-out naar die drie. Wandertje, Barendrecht in beeld en 112 Schiedam. Zeker even abonneren op alle drie. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video. Tot dan. Doei.